is over motormeiden en we zijn in het land van de sinaasappels, van de vino verde, van de sardientjes op de grill en het land waarin we deze supermooie Suzuki V-Storm 800 gaan testen. Portugal! Ja, het is nu net 2 dagen helaas regenachtig, maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben deze jongen flink getest. Nou, misschien denk je wel, ik ken hem! Dat klopt, want eind 2023 is de V-Storm 800 DE gepresenteerd. Het verschil daarin is dat de DE-versie echt de focus heeft op off-road. Die is ook een stuk hoger. Maar de 800-versie, ja, die is veel breder. Die is gewoon voor lekker op de weg mee te rijden. En dat is ook een groot voordeel, want hij is een stuk lager. Ik ben bijvoorbeeld 1,70 meter, kan makkelijk met mijn voeten bij de grond. En ik heb hem net lekker op de bok gezet. Dan staat hij stabiel op de standaard. Ja, hoe zit hij nu eigenlijk? Lekker rechtop, want je moet namelijk lange stukken kunnen rijden. Je benen zitten lekker tegen de kuip aan. Dus niet een enorme kuip, maar gewoon goed gestroomlijnd. Aan de voorkant mooie handkappen, zijn wel optioneel. En zo'n heel fijn windscherm, waar je wel een sleutelsetje voor mee moet nemen. Want daarmee kan je hem hoger en lager verstellen. Nou, dan hebben we dat TFT-scherm, mensen. Dat ziet er echt prachtig uit. Full color is het. Met allemaal mooie knopjes. De traction control kan op 3 verschillende standen. Je hebt natuurlijk verschillende rijmodi. 3 standen. Active Basic Comfort. Ja, dat is gewoon super fijn. Want dan kun je daar een beetje in wisselen. Aan het stuur zitten allerlei verschillende knopjes. Maar je hebt maar 1 hand nodig om daartussen te switchen. Tussen al die knopjes. Dus tussen de tractiecontrol, de rijmodi, de ABS, die kun je ook in verschillende standen zetten. 1, 2 en 3. Bij de een pakt die sneller dan bij de ander, dus daar kan je ook een beetje in spelen. En het is gewoon echt een hele makkelijke en fijne motor. Goede vering zit er ook op, dat merk je ook als je door de bochten gaat. Het is hier trouwens echt prachtig rijden hier in Portugal. En, ja, ligt ook heel stabiel, ligt hij op de weg. Ja, hij rijdt gewoon heel comfortabel. En wat ook heel erg leuk is, dat is de quickshifter, mensen. Die kan je zowel naar beneden als naar boven shiften. Dat is ook niet bij elke motor zo. En dan scheer je zo in de volgende versnelling. Je hoeft eigenlijk niks te doen en dan gaat hij heel geleidelijk zo, ja, naar de volgende. Wat ook heel comfortabel is, dat is het motorblok. Dat is de Parallel V-Twin. Een 2-cilinder motorblok, 776 cc. Het ligt gewoon heel stabiel, ligt het op de grond. Het is heel soepel, rijdt het. Dus al met al echt een hele leuke motor. Die je ook nog kan voorzien van een aantal zijkoffers. Hier aan de zijkant en hier aan de bovenkant de topkoffer. Ja, je kan hem eigenlijk helemaal uitbouwen zoals je wil. Echt een motor om lekker mee te gaan toeren. Dus de grote vraag is natuurlijk, is deze motor de V-Storm 800 motormeidenproef? Ik zeg zeker, zij verdient van mij ook een mooie sticker.